Nou, we hebben hier een grote groep ouderen binnen Hercules tennissen. En nou, die zijn ook al best fanatiek, maar aan, laten we zeggen aan de soort aan de bovenkant, mensen die wat ouder worden, dan heb je kans dat ze er wat af gaan vallen. En dan is deze spelvorm natuurlijk bij uitstek geschikt om die mensen erbij te houden. We weten vanuit de literatuur dat het veel gebruik maken van verschillende vormen, van verschillend materiaal, verschillende taken, als in andere aanpassingen in het spel, dat het daartoe kan leiden dat je minder blessures krijgt, omdat de belasting gevarieerd is op het lichaam. Ik denk dat degene die het brengt, het doel heeft om mensen te laten bewegen, dat ze wat vrijer in hun doen en laten kunnen hebben. Bepaalde oefeningen gekozen waarbij ze het racket met elkaar moesten delen. En dan zie je letterlijk dat er ontstaat plezier omdat ze iets samen doen. Dus een stukje ontmoeten, het sociale cohesie, dat zit er heel erg sterk verwerkt in de oefeningen. Maar dit is dan heel anders en dan eigenlijk van begin af aan, zeg maar. He, ook veel bewegen en vooral met korte ballen en zo. Dit is echt bewegen met een achterliggende gedachte van alle spieren gebruiken. En het gemak dient de mens. En de ouderen onder ons willen eigenlijk alleen maar wat ze kunnen. En wij willen nog steeds dat ze dingen nieuw leren. En daar is dit model, het Athletic Skills Model, is daar perfect voor. Het Athletic Skills Model, dat is eigenlijk uitermate geschikt om te beginnen met de oefeningen alvorens ze starten met het All-Stars, het walking tennis. Er zit een hoge variëteit in qua materiaal en qua omschrijvingen en spelvormen, aanpassingsvermogen wat centraal staat. Ik heb behoefte om de energie die ik heb, om dit te delen met de ouderen. En het enthousiasme van de mensen raakt mij bijzonder. En ik hou van tennissen.